Leden van de KAJ hebben vanmorgen actie gevoerd aan het Sint-Pietersstation in Gent. De jongeren willen dat interimkantoren beter communiceren en respectvoller omgaan met uitzendkrachten. Luid protest vanmorgen aan het Sint-Pieterstation in Gent. De KAJ voert er actie tegen de wijze waarop sommige interimkantoren te werk gaan. KAJ deelt flyers uit aan de pendelaars en wijst hen op de werkwijze van sommige uitzendkantoren. We waren hier met KAJ op animatorcursus in Laarne en op onze themadag is besloten dat we actie moesten voeren. En dan zijn we de straat opgetrokken aan de interimbureaus en mensen gaan interviewen wat zij vonden van de interimbureaus. En altijd kwamen er dezelfde problemen aan bod en wij voeren actie eigenlijk tegen de interimbureaus die de mensen als vuil behandelen. Volgens de gegevens van KAJ sturen interimkantoren mensen vaak van het kastje naar de muur. De informatie is niet altijd even duidelijk en de communicatie kan beter. Het zijn volgens KAJ maar enkele van de vele punten die beter kunnen. De actievoerders eisen ook een menselijker aanpak. Interimkantoren zouden uitzendklachten nog te veel behandelen als een nummer. Bijvoorbeeld dat er een contract zou klaarliggen en dan komt de persoon in kwestie aan het interimbureau aan en dan ligt er helemaal geen contract meer klaar. Of dan is er geen werk of dat ze gaan terugbellen en dan bellen ze niet terug van die problemen. De KAJ mag als organisatie dan wel de belangen verdedigen van de jongeren. Maar het probleem is zeker niet alleen voelbaar bij jonge uitzendkrachten. Ik denk dat het vooral voor jongeren een probleem is omdat zij nog geen werkervaring hebben, maar ook voor oudere mensen. Omdat zij moeilijker aangenomen worden in een firma.